Geen veroordeling, fatale mishandeling. Het is donderdag 17 juli, dit is Zeeland Nu. Rechter spreekt van noodweer. Petitie tegen komst asielzoekers. En wanneer is het land van Saaftingen verdronken? Dag dames en heren. Een 24-jarige man uit Vlissingen is door de rechtbank in Middelburg niet veroordeeld voor het doodslaan van een plaatsgenoot 5 jaar geleden. De man handelde uit zelfverdediging, oordeelde de rechtbank. 5 jaar geleden. Een dronken man loopt langs een groepje jongens in Vlissingen. Hij maakt racistische opmerkingen en wordt agressief. De verdachte geeft hem eerst een duw en later een klap in zijn gezicht. De 40-jarige man zakt in elkaar en overlijdt. Een geval van zelfverdediging, zo oordeelt de rechtbank. Onder die omstandigheden kon van verdachte in redelijkheid niet worden gevergd dat hij zich zou onttrekken aan de confrontatie. De omstandigheid dat hij niet is weggelopen, zo dit al had gekund, staat in dit geval dan ook niet in de weg aan een geslaagd beroep op noodweer. En daarom wordt de Vlissinger ontslagen van rechtsvervolging, zoals dat heet. Dat betekent dat het feit wel is bewezen, maar de verdachte krijgt geen straf, want de daad is gerechtvaardigd. Hij mocht deze actie van zelfverdediging uitvoeren. Dat heeft hij gedaan, maar dat feit is dus niet strafbaar. Ondanks dat het zo'n treurige afloop had? Ja, inderdaad. Maar dat kon de verdachte ook niet overzien. Zo'n 200 mensen hebben middels een petitie geprotesteerd tegen de komst van asielzoekers naar Middelburg. Het COA wil ruim 300 vluchtelingen onderbrengen in het voormalige zorgcentrum Zwerfrust. Een groep wijkbewoners vreest overlast. Het zou de makers van de petitie niet zozeer gaan om de asielzoekers die hier moeten komen, maar om het grote aantal mensen dat er eens midden in de wijk komt te zitten. Dat heeft volgens hen grote gevolgen. Ik zou ze zelfs ontwrichtend willen noemen. En of het nou asielzoekers genoemd worden, of uiteindelijk Polen of studenten. Het gaat zich voornamelijk om de concentratie. Toch wordt in de bijlagen van de petitie duidelijk een beeld geschetst dat juist asielzoekers voor problemen in de wijk gaan zorgen. Het is een bekend gegeven dat mensen met een vaak door oorlogsgeweld getraumatiseerd verleden, een andere culturele achtergrond en die onder grote druk staan om een verblijfsvergunning, zich crimineel gaan gedragen of voor veel onrust zorgen. Het is een speciale groep. Mensen die hier geplaatst wordt. Het zijn mensen die zijn getraumatiseerd. Daar moet heel veel begeleiding in zitten. Die moeten integreren. En wij denken dat dat geen oplossing is door de 330 in een woonwijk te plaatsen waar je eigenlijk niet kan. Daarom is er dus nu een papieren en een digitale petitie gestart die al meer dan 200 keer is getekend. Ik had niet verwacht dat mensen dat op dit moment al zouden doen. Ik had verwacht dat we eigenlijk eerst met de omwonenden in een klankbordgroep in gesprek zouden gaan en dat er pas in een later stadium eventueel acties zouden volgen. De wethouder is teleurgesteld door sommige reacties op de online petitie. Er zijn nogal wat reacties waarin heel suggestieve beweringen worden gedaan. Als zou het pertinent, onbeheersbaar, onveilig worden in de wijk. Als zouden we te maken krijgen met misdadigers die hier komen en criminelen. Maar dat soort dingen, daar is absoluut natuurlijk geen sprake van. Maar er zijn ook Middelburgers die de vluchtelingen welkom heten. Op Facebook is inmiddels een actie voor de komst van de asielzoekers gestart. Het optreden van Surrender volgende maand op de Mosseldag in Eerseke gaat waarschijnlijk niet door. De gemeente Rijmerswaal zegt geen vergunning te kunnen geven vanwege aangescherpte veiligheidsregels. Surrender en de exploitant van de muziektent zijn niet blij. Voor de Zeeuwse rockformatie Surrender zou het 4e optreden zijn op de Mosseldag in Ierseke. Op de Facebookpagina zeggen de leden van de band verbijsterd te zijn over het besluit van de gemeente. We zijn teleurgesteld. We hebben verschillende keren gespeeld en er was gewoon gezellig. Niks aan de hand. Er was ook wel politietoezicht. Die had toen nog 5 minuten achter de tent te staan en een bakje koffie en een sigaretje. En voor de rest eigenlijk niet. Dus ik snap eigenlijk niet precies waarom ze er eigenlijk een zorgen mee. Of waarom het als risicovol bestempeld wordt. Nee. Maar de gemeente Rijmerswaal zegt met het oog op de veiligheid geen andere beslissing te kunnen nemen. Dat komt omdat de veiligheidseisen aangescherpt zijn. Dit jaar zijn voor het eerst al Rijmerswaal de Mosseldag een categorie C-feest. Voor uw begrip dat is te vergelijken volgens veiligheidsnormen met concert at sea. Dat zou wel kunnen, dat zouden wij wel willen natuurlijk. Al er nog even 30.000 man in optreden die van ons komen. Maar ik denk als je gewoon in de war bent met de Rolling Stones. Wij zijn Surrender en de Rolling Stones die spelen dit jaar op Pinkpop.
En volgens mij zit er iets verschil tussen. De exploitant van de muziektent heeft aan Omroep Zeeland laten weten naar de rechter te stappen als het optreden niet door kan gaan. Als startende ondernemer in crisistijd moet je creatief zijn, zoals Bijou Diallo uit Katzand. Samen met 5 andere starters betrekt ze deze week tijdelijk een leeg winkelpand in Sluis. Een paar pallets, een leegstaand pand en een groep startende ondernemers. Resultaat, een concept store. Deze winkel in Sluis zou de komende 2 maanden eigenlijk leegstaan. Bijou Diallo wist de huurprijs daardoor terug te brengen van 1600 naar 800 euro per maand. Het was wel even lastig, onderhandelen en vragen. Want in het begin dacht ik van, oh, red ik dit wel, dit kan ik niet alleen en het gaat me niet lukken. Ja, uiteindelijk is het me gelukt en hier staan we dan. Ze is net gestart met haar onderneming, Bijou de Bijou. Ze verkoopt sieraden en accessoires uit haar geboorteland, Ivoorkust. Voor ze in dit pand terecht kon, kreeg ze heel wat afwijzingen. Zonde, jammer. Ik kan hele mooie panden, leuke dingetjes ervan maken. Het is jammer dat de huurprijs zo hoog is. Dat ze liever leeg staan dan als ze het voor een lagere prijs aanbieden. Ja, is het nou ook niet een beetje oneerlijk? Want ja, de rest van de ondernemers moeten wel gewoon de volle pot betalen. Ja. Oké, maar goed, dat is, ja. De ene, ja, dit geluk is mij nu gegund, dus dat neem ik met beide handen aan. Van Sluis naar Nijmegen, de 3e dag van de Vierdaagse. En wij stuurden onze verslaggever Mark Rijken naartoe. En het bleek voor hem niet zo heel erg moeilijk om de zeeuwen ertussenuit te pikken. Vlaggen. Ze zijn er in alle soorten en maten. Het lijkt wel of ieder land of provincie hier in de Vierdaagse is vertegenwoordigd. Maar er is één vlag die komt het meeste voor. Jawel, de Zeeuwse vlag. Waarom hebben we al die Zeeuwen nou zo'n Zeeuwse vlag mee? Omdat we zo roos zijn op onze provincie. Om te laten zien waar we vandaan komen en omdat we trots zijn op onze provincie. Ja, ja. En dat wordt ook tegen ons gezegd, hè? Van Zeeuwen en Friesen hebben vlaggen bij zich. Goedemorgen. De vlag, meneer, waar is die van? Die is van Limburg. Brunei, meneer. De zoldervlag. Een vlieger, een oude vlieger. De vlag van Rotterdam? Nee, van Amsterdam. Oh, sorry. Zien jullie er veel onderweg? Ja, ja. En dan nodig ik uit tot een gesprekje van, goh, waar kom je vandaan? Van de overkant, hè? Er zijn maar 600 of 700 Zeeuwen. Dan moet je samen blijven en Zeeland uiteraard als provincie. Ook een vorm van lopen, zeg maar. Morgenmiddag vanaf 2 uur zendt Omroep Zeeland in samenwerking met de collega's van Omroep Gelderland de intocht live uit. Het Openbaar Ministerie eist gevangenisstraffen tegen 3 jongeren vanwege een overval op een schoenenzaak in Hulst. In februari bedreigden ze het personeel en de klanten van de winkel met een vuurwapen. Ze gingen er vandoor met het geld uit de kluis. 2 van de 3 verdachten waren minderjarig ten tijde van het misdrijf. Tegen hen werd 20 en 18 maanden jeugddetentie geëist, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De enige meerderjarige verdachte hoorde 2 jaar cel tegen zijn reizen, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. De verdachten komen uit Hulst en uit Sint-Jansteen. Voor het eerst in 50 jaar duiken zwemmers aanstaande zondag de Westerschelde weer in voor de Scheldebeker, de zwemwedstrijd tussen Vlissingen en Breskes. Peter Rotte uit Middelburg deed eind jaren 50 4 keer mee aan de wedstrijd en heeft wel een paar goede tips voor de zwemmers van nu. Aan boord van een loodsboot die hen naar de startplaats bracht, werden de deelnemers aan de Scheldebeker zwemwedstrijd danig in het vet gezet. Zo ging het in de jaren 50 en 60 tijdens de Scheldebeker. Wetsuits en zwembrillen om de zwemmers te beschermen tegen het koude en zoute water waren er nog niet. Daar werd gewoon niet over gepraat en ook niet geconstateerd van wat is dat lang en wat is dat ver. Wij deden dat gewoon, we wisten niet beter. Peter Rotte uit Middelburg deed 4 keer mee en eindigde 3 keer als beste Zeeuw. En daar is hij nog altijd trots op. Als je het niet verder vertelt, als een aap. Een echte doorzetter dus, die de 90 deelnemers van zondag graag enkele tips geeft. Tip 1. Op de dag zelf een middelmatig zwaar ontbijt, een lichte lunch,
om te voorkomen dat het zeewater, wat je ongetwijfeld een aantal keren zult binnenkrijgen, aanleiding geeft tot kotsen. Hoe at u in uw tijd? 'S Morgens als ontbijt een paardenbiefstuk, omdat dat kracht zou geven. Inmiddels ingehaald en gedefinieerd als totale onzin. Tip 2. Pas je aan het ritme van de golven. Op het moment dat je aanvoelt komen dat die je overspoelt, even je slag inhouden, mond dicht en dan gaat hij weer. Aan de Scheldebeker zwemwedstrijd wordt bijzondere waarde gehecht, omdat de prestatie die geleverd moet worden verre van gemakkelijk is. Wat ik het zwaarste, hoe raar dat ook klinkt, vind met deze tocht, het feit dat je na ongeveer een uur zo'n last krijgt van geïrriteerde ogen door het zoute zeewater, dat je steeds meer op de tast begon te zwemmen. Tip 3. Het verzoek aan de bemanning van de volgboten. Rustig varen om geen golfslag onnodig te veroorzaken en de zwemmers niet onnodig op benzinedampen te trakteren. De zwemwedstrijd om de Scheldebeker start zondag om 14:45 hier op het strand van Vlissingen. Onze stemming vandaag gaat ook over de Scheldetocht. Wij stellen: de Westerschelde overzwemmen is levensgevaarlijk. Net iets meer dan de helft van de stemmers vindt van wel. Het is inderdaad gevaarlijk. De rest vindt dat dat wel meevalt. Deze hele zomer gaan we op zoek naar wat Zeeland tot Zeeland maakt. En daar hoort natuurlijk ook bij het verdronken land van Saaftingen. Maar wanneer is dat nou eigenlijk verdronken en waarom hoort het bij ons DNA? Wanneer is het land van Saaftingen verdronken? Hup, de auto in. Op weg naar de deskundige. Ik werk bij Stichting Het Zeeuwse Landschap als coördinator van bezoekerscentrum Saaftingen. En ik ben ook gids in Saaftingen. Dus u weet hoe het zit? Ik weet het antwoord op de vraag, maar daarvoor kunnen we beter even naar de zeedijk lopen hiernaast. Nou, laten we de deskundigen maar volgen. Nou, het verdronken land van Saaftingen is een getijdengebied. Dus twee keer per etmaal stroomt het water vanuit de Westerschelde hier de geulen van Saaftingen in. Vroeger, zo vanaf de 11e eeuw, was het gebied hier bewoond. In 1570 was er een hele grote stormvloed, namelijk de Allerheilige Vloed. En is er een groot deel van het gebied onder water geraakt. En sommige mensen denken dat het gebied daaraan zijn naam te danken heeft. Maar dat is niet zo. Het land is pas echt verdronken, voor altijd geraakt. Tijdens de 80-jarige oorlog. Spanje wou heel graag Antwerpen in handen krijgen. En om daar een stokje voor te steken, zijn bewust een deel van de dijken doorgestoken en sluizen opengezet, zodat het hele gebied onder water liep. En sindsdien is het verdronken land gebleven. Dat is duidelijk. Maar waarom hoort het bij het Zeeuws DNA? De eeuwige strijd tegen het water en de verdronken dorpen horen bij Zeeland. Bovendien is door de natuurlijke opslibbing het gebied zo hoog komen liggen dat het gemiddeld 3 meter boven NAP ligt. En daarmee is het verdronken land van Saaftingen het hoogst gelegen gebied van Zeeland. Dat is mooi. Toevoegen aan de database. En tot zover deze Zeeland nu voor vandaag. Zometeen het nieuws van de andere regionale omroepen, dat in RegioNet. En natuurlijk daarna ook nog het weer. Nog een mooie avond. Dag.